Welkom bij weer een nieuwe koffiebreak video. Korte video's waarin ik iets laat zien uh, hoe ik iets maak. Uh, dingetjes die ik uit wil leggen, materiaal gebruik. Waar ik niet een hele lange video voor hoef te maken. Maar het geeft mij de mogelijkheid om meerdere korte video's voor jullie te maken. Uh, het is voor mij sneller om ze te monteren en om ze online te zetten. Vandaar deze koffiebreek video's. Voor jullie een voordeel dat je ze even snel tijdens een kopje koffie of thee kunt bekijken. Natuurlijk ook gewoon tussendoor. Korte video's uh, ja, waarin ik jullie probeer om... The cat sat on Allerlei ideeën te laten opdoen. Uh, vandaag ga ik iets vertellen over paperclips. Iets wat ontzettend veel gebruikt wordt in een junk journal, waarmee jij tekst vast kunt zetten, ephemera vast kunt zetten, uh, uh, zelfs een, een, een envelopje maken wat je vast kunt zetten. Nou, zo'n uh, zo iets zet jij dus vast met een paperclip. En natuurlijk kun jij een gewone paperclip gebruiken, vastzetten is ook prima, maar je kunt die paperclips ook uh, net wat leuk gaan oppimpen. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Het is echt niet moeilijk. Ik heb verschillende voorbeeldjes al snel eventjes gemaakt. De eerste een hele simpele, een strook papier die ik al wat versierd heb. Een tekststickertje erop. En heel eenvoudig kun je dit aan de zijkant van een pagina kun je dit vast gaan zetten. Ik zal even kijken of ik snel even een paginaatje kan pakken. Kijk dit is de pagina en uh, je zet dus aan de zijkant van zo'n pagina zet je deze paperclip vast en uh, je kunt hier echt van alles mee vast gaan zetten maar uh, ja je kunt deze dus op zo'n manier heel leuk gaan pimpen. Nou, het is echt niet moeilijk. Ik gebruik grote paperclips. Koop ze gewoon bij de HEMA. Misschien heeft de Action ze ook wel. Weet ik niet. Heb ik hier eerlijk gezegd niet nagekeken. Maar ik heb mijn paperclips van de HEMA in ieder geval. Als jij een paperclip bekijkt. Je hebt aan deze kant die twee boogjes zitten. Hier zit één boogje. Dit is een... Een open ruimte. Deze onderste ruimte is aan één gesloten. Daar doen we dat strookje papier. Nou, je meet het gewoon eventjes op. Uh, ik zorg dat ik hem wat uh, binnen die bochtjes heb. Uh, ik heb hem op ongeveer 4,5 centimeter uh, gesneden. Nou, je schuift hem heel gemakkelijk over de peperclip. Dus je gebruikt dat hele uh, stukje, dus niet waar die onder, onderbroken is, maar dat hele stukje. Daar schuif je hem overheen. Je fout het strookje dubbel. Ik heb hier nu dat goedkope designpapier van, uh, van de Action. Maakt eigenlijk niet uit. Ik heb het nu netjes gesneden, maar ik heb het hier. Uh, gescheurd. Dit is wat dunner designpapier geweest. Dat heb ik gewoon gescheurd. Krijg je weer een iets ander effect. Maar je neemt een strookje. Lengte maakt ook niet. Ik heb ongeveer 12 centimeter gedaan. Uh, het is maar net hoe lang jij uh, dit wil hebben. Je vouwt het strookje dus dubbel. Je pakt een beetje lijm. Uh, dubbelzijdig plakband maakt niet uit wat jij eigenlijk maar bij de hand hebt. Ik heb meestal mijn taki clue bij de hand weet ik zeker dat het goed vast zit en blijft zitten. Nou, je drukt het even stevig vast. Zoveel mogelijk ook hier uh, waar het om de paperclip zit. Nou, dit kun je even laten drogen en uh, dan kun je hem gaan versieren. Ik heb hier een stukje kant gebruikt, ik heb wat uh, ander designpapier gebruikt, dus een beetje een collage meegemaakt, een tekststikketje erop gedaan. Uh, is allemaal mogelijk. Ga dat gewoon uh, ja, doen zoals jij dat wil, maar op deze manier kun je gewoon heel leuk die paperclips versieren. Het volgende iets wat ook heel leuk is, is om soort van hoesjes om je paperclip te maken. Hier zit een peperclip in uh, verstopt. Uh, hij kan er nog gewoon af. Hij zit niet vastgelijmd en deze kun je bovenaan een pagina doen of onderaan een pagina wat jij wil. Maar uh, deze kun je ook helemaal gaan versieren. Je kunt die hoesjes zo lang maken of zo kort maken als jij wil. Ik heb hem hier heel lang gemaakt zodat hij eigenlijk helemaal verstopt zit. De peperclip zit hier helemaal in. Ik heb hem hier wat korter gemaakt zodat er aan de bovenkant een oogje ontstaat. Je kunt door dat oogje kun jij nog uh, lintjes gaan doen, uh, draadjes gaan doen. Op die manier kun jij uh, ja, jouw pepercliphoesje hoesje ook verder nog uh, gaan versieren. Je zou hem ook nog korter maken. Maken dat je aan de bovenkant en aan de onderkant uh, oogjes krijgt, uh, uh, kun je daar ook lintjes doorheen doen. Uh, touwtjes met kraaltjes kun je er doorheen doen. Op die manier kun jij je paperclip nog mooier gaan versieren. Nou, die papieren hoesjes is eigenlijk helemaal niet moeilijk om te maken. Uh, je bent weer een strookje papier nodig. Ik zet mijn paperclip uh, vast. Op deze manier. En ik vouw eigenlijk dit strookje eromheen. Je kunt het zo breed maken, zo smal maken als jij maar wil. Even met een grote schaar erbij. Het veel knip ik er gewoon vanaf. Ik zet dit vast met een beetje takkie-kloe, dus je gebruikt gewoon een strookje ongeveer op maat, maakt niet zo heel veel uit. Je schuift je peperclip erin, ik zorg dat het gelijmde gedeelte aan de achterzijde zit. Aan de voorzijde, daar is het nu mooi. En uh, je kunt dus ervoor kiezen om je hele peperclip te gaan uh, verstoppen. Dan maak je de strookjes wat langer. Wil je een heel lang strookje maken? Kan natuurlijk ook. Uh, deze is vrij smal, dus echt de breedte van de peperclip. Uh, ik heb hem hier wat breder gemaakt. Kan allemaal. Uh, ik heb daar dus niet bepaalde maten voor. Nou, ook die hoesjes kun je weer gaan versieren. Klein beetje takkie-kloe wat ik hier op doe. Ik heb hier een stukje kant. Wat ik erop vast ga lijmen. Nou, je zou nog stukjes ander designpapier erop kunnen doen. Uh, alles om de paperclip uh, hoesje nog meer te gaan versieren. Dus een hele snelle manier om toch leuke paperclips te gaan maken. Waar je weer dingetjes mee vast kunt zetten in je Junk Journal. Ik ga er nog eentje laten zien. Omdat ze zo leuk zijn. Nou, als laatste een leuke paperclip. Uh, ik heb het draadje er al aangemaakt. Je maakt eigenlijk gewoon heel simpel borduurgaren. Uh, tenminste, dat gebruik ik ervoor. Het is iets wat ik uh, heb liggen. Ik pak gewoon een uh, stuk van dat draad eraf. Dit trek je er heel eenvoudig uit. Je maakt een soort van uh, ja, bundeltje garen op deze manier. Uh, ik pak even een nieuwe peperclip erbij. Uh, ik maak mijn bundeltje aan de kant waar het enkele oogje zit. Hier zitten uh, die twee boogjes. Hier zit het enkele boogje. Nou, ik pak dat enkele boogje. Ik duw daar dat lusje doorheen. Ik heb hier alle draadjes aan één lusje zitten. Hier zit van alles wat hoeft ook niet helemaal gelijk te zijn, maakt niet zo heel veel uit. Ik trek op deze manier het lusje aan en dan zet ik het hier op deze, uh, zet ik het vast met een druppeltje lijm. Ik gebruik daar gewoon mijn tacky glue voor. Uh, dat is wel wit als je het opbrengt, maar als het droog is is het transparant, zie je het eigenlijk niet weer terug. Nou, dat heb ik hier al gedaan. Dit zit al vast met een druppeltje lijm, gaat geen kant op uh, de manier waarop jij deze paperclip vastzet, het kan zijn aan de bovenzijde. Uh, dan heb je uh, die draadjes hier aan de bovenzijde hangen. Je kunt het papier ook, als je het aan de zijkant kun je het ook vastzetten, dan heb je uh, dat kwastje met dat draad heb je naar beneden hangen. Nou, wat je nog meer ermee kunt doen, is dat je er leuke kraaltjes uh, in kunt doen. Vandaar dat ik deze al even vast in het voren heb gemaakt. Uh, ik heb kraaltjes waar grote oogjes in zitten. Uh, ik zet ze wel even vast met... Uh, elk kraaltje zet ik even vast met een, uh, met een knoopje. Ik gebruik even een naald, omdat ik dat wat uh, fijner vind. Dus ik heb even een naald uh, gepakt die ook door het oogje... Uh, van de kraal kan. Gebruik gewoon goedkope kralen. Ik heb kralen bij Sophie weggepakt, moet ik zeggen. Ik heb vroeger heel veel uh, terwijl ik er gewoon even een knoopje in maak. Een dubbel knoopje. Ik heb heel veel sieraden gemaakt, maar dat lukt mij niet meer met mijn handen. Uh, ik had alles weggedaan. En uh, ja, toen kreeg Sofie het in één keer op de heupen. Die vond het heel leuk om, uh, ja, om sieraden te gaan maken. Dus uh, ja, we hebben weer nieuwe kralen gekocht. Ik had echt alles weggedaan. Toen ik mijn zolder verbouwd had, had ik het helemaal mooi opgeruimd. Uh, even mijn naald weer pakken. Ik ga nog één kraaltje erdoor doen. Nou, op deze manier kun jij uh, dus heel gemakkelijk van die leuke kraaltjes eraan doen dus ik zet ze gewoon tussentijds even vast met een knoopje vallen de kraaltjes er ook niet af de restjes van de draadjes kun je gewoon laten hangen dus op deze manier kun jij dus leuke kraaltjes gaan verwerken aan jouw peperclip ik ga deze er ook nog even uh, aandoen. Ga ik buiten camera omdoen. Jullie snappen het idee wel. Uh, ik wil geen al te lange video's uh, meer maken. Maar ook op deze manier kun jij dus leuke uh, paperclips gaan pimpen. En uh, dan kun je ze gaan toepassen in jouw junk journal of in andere projecten. Want natuurlijk ben je hiervoor niet alleen gebonden aan junk journals. Uh, misschien wil je wel kaarten gaan maken in junk journal stijl. Kan natuurlijk ook prima. Uh, zet je een tag vast met een leuke paperclip. En of je het nu op deze manier doet, heel eenvoudig: een strookje eromheen vouwen. De dichte zijde van de paperclip, die gebruik je hiervoor. Uh, je kunt ze zo vast gaan zetten. Dus je kunt ze zo vast gaan zetten. Dan moet je natuurlijk de tekst andersom doen. Uh, je kunt ze. Aan de zijkant vast gaan zetten. Het is gewoon jouw manier hoe jij dat wil doen. Uh, hoesjes maken voor jouw peperclips. Ik lijm ze niet vast. Je kunt ze vastlijmen, maar ik doe dat dus niet. Ik maak een soort van losse hoesjes omheen. Uh, korte hoesjes, lange hoesjes. Uh, dit zijn korte hoesjes. Kun je aan de bovenkant, kun je aan de onderkant, kun je nog lintjes gaan doen. Je kunt ook van die draadjes met kraaltjes er nog aan gaan doen. En op die manier kun je gewoon hele leuke peperclips uh, gaan versieren. Um, dit was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie weer op ideeën heb gebracht om zelf ook lekker aan de slag te gaan. Um, dit soort video's gaan tussentijds komen. Uh, in ieder geval elke woensdag. Maar ik zou zeggen, abonneer je vooral op mijn YouTube kanaal om geen enkele video meer te missen. Uh, heb ik tijd? Maak ik gewoon van dit soort video's. En dan komen ze ook gewoon tussendoor. In ieder geval voor elke woensdag is er zo'n Break video. Heb ik tijd over? Dan gaan ze ook tussendoor komen. Dus abonneer je vooral op mijn YouTube kanaal om geen enkele video meer te missen. Vind je dit leuke video's? Uh, doe eens een duimpje omhoog. En heb je een opmerking? Zet ze erin. Uh, er is een ruimte voor. Ik vind het ontzettend leuk om al jullie opmerkingen te lezen. Ik lees ze ook allemaal. Ik zet een hartje als ik ze heb gelezen en uh, teken dat ik jouw opmerking gewoon leuk vond. Heb je een vraag? Stel hem ook. Ik ga hem beantwoorden. En desnoods maak ik er een koffiebreak-video over. En dit is gewoon wat ik de komende tijd wil gaan doen. Ik beleef jezelf ontzettend veel plezier aan die korte video's voor jullie. En uh, ik hoop. Dat jullie dit ook leuk vinden, laat het mij vooral weten als jullie het leuk vinden. Hebben jullie vragen? Hebben jullie nog ideeën voor mij wat ik jullie kan laten zien? Uh, zet ze er allemaal in. Dit is voor mij uh, de manier om met jullie uh, interactief te zijn, om contact met jullie te hebben. En uh, ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het gezellig en ik hoop jullie ook. Uh, dan dank ik jullie voor het kijken naar deze koffiebreek video. En ik hoop jullie zo snel mogelijk terug te zien bij een video. Of dat nu een normale video is of een koffiebreek video. We zien het wel. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel tot een volgende video. Doeg!